Hoe ziet u de huidige crisissituatie? De huidige crisis is eigenlijk een drievoudige crisis. Het gaat over milieu, klimaatverandering, verlies van soortenrijkdom op aarde. Het gaat om een sociaal probleem, de confrontatie in onze tijd nu van het christendom en de islam. Van ouds christendom als bakermat van de West-Europese cultuur. Dat gebeurt ook binnen Nederland, wat betreft integratievraagstukken nog steeds. En punt drie, de financiële economische crisis, dus die aan de orde is en die dus ook nogal zwaar aankomt. En die drie crisissen hebben wat mij betreft heel veel met elkaar te maken en zijn fundamenteel van aard. Die hebben een gemeenschappelijke achtergrond. Wat is het fundamentele van het huidige probleem? Het fundamentele is dat al die drie crisissituaties die komen voort uit het feit dat wij niet in staat zijn om ons waardepatroon, wat we in de samenleving willen nastreven met elkaar, om dat stabiel te houden. We laten ons iedere keer verleiden dat pausen, de kerk of de absolute staat of even later de wetenschap of de technologie en nu de banken eenzijdig hun beeld aan de samenleving opdringen. En dan leidt het uiteindelijk tot catastrofes als je de geschiedenis bekijkt. En we worden nu ook bedreigd op dit ogenblik door grote risico's in die financiële sector, wat het probleem van deze tijd is. Dus het rondzwalken door ons eigen waardepatroon, dat is het grote probleem. Een tweede probleem wat eraan vastzit, dat is het feit dat in die ontwikkeling de wereld steeds ingewikkelder wordt, steeds complexer. Dat is ook heel goed te begrijpen en dat kun je eigenlijk ook verwachten. Maar willen we dus dit overleven, dan moeten we de maatschappij een stuk vereenvoudigen in wetgeving op allerlei manieren. Denk ook aan die banken die eigenlijk nu aan hun eigen ingewikkeldheid overlijden. Wat kan de oplossing zijn? De oplossing is dus de wereld eenvoudiger maken. Ook zorgen dat die polarisatie die voortdurend in de maatschappij zit via meerderheidscoalities zoals nu, die eigenlijk de tegenstellingen groter maken dan ze in werkelijkheid zijn, dat je dat overstijgt en dat we dus nu zouden besluiten naar een collectief collegiaal kabinet, waarbij dus alle politieke partijen die in de Tweede Kamer zitten naar rato in een kabinet komen en dus daar samen het beleid uitstippelen wat we dus nodig hebben. Dat wordt het populisme wordt een stuk minder en het polariseren neemt ook sterk af en alleen op die manier kun je die grote problemen aanpakken. Een tweede actie zou moeten zijn dat we dus de karikatuur van deze tijd, dus die eenzijdigheid in die hele financiële wereld, waar de publiek-private verhoudingen helemaal zoek zijn, dat we dat dus aanpakken en echt de structuur van banken losknippen van die van de gemeenschap en de overheid, waarbij de overheid ook voor de geldschepping gaat zorgen. En een derde punt, dat is dus die complexiteit aanpakken die met die twee dingen samenhangt. Wat kan de gewone mens bijdragen aan de oplossing van de crisis? Burgers die kunnen in de eerste plaats op een politieke partij stemmen die de samenhang zoekt. Daar moet het vandaan komen en dat kunnen ze dus naar eigen bevind van zaken doen. Een tweede punt is dat ze op de schaal van hun eigen omgeving kunnen aanhaken bij bijvoorbeeld energiecoöperaties die samen werken om energievoorziening ook op dat schaalniveau in die lokale omgeving voor elkaar te krijgen. Dat geeft een heleboel meer stabiliteit in de energievoorziening, dat je ook voor een deel gewoon je eigen energie maakt. En daarnaast kunnen ze zich verzetten tegen vergaande privatiseringen in hun lokale omgeving. Waarom nog meer ruimte of zwembaden of wat dan ook privatiseren. En in de derde plaats kunnen ze anders consumeren. Dat betekent dat ze dus dingen zouden kunnen kopen die verantwoord zijn. Het bekende fair trade gebeuren en dergelijke. Het kan ook betekenen dat ze naar banken gaan die maatschappelijk goed opereren. Dat zou heel veel schelen. En in de laatste plaats kunnen ze ook dus dingen die ze niet begrijpen niet meer kopen. Een heleboel problemen zijn ontstaan doordat mensen aflossingsvrij hypotheken bijvoorbeeld hebben genomen. Achteraf is dat heel erg onverantwoord. En hadden ze goed begrepen wat er aan de hand was, hadden ze het niet gedaan. Dus nooit meer dingen doen die je niet begrijpt.